is heel grappig. Als ik Joshua mijn man voorstel, soms dan heb ik een zin om een beetje te pesten. En dan zeg ik niet mijn partner, maar dan zeg ik this is my husband. En een paar keer in het begin hier in New York werd ik dan gecorrigeerd. Dan zeiden mensen, no, not your husband. You can only say that when you're married to a woman. En toen zei ik natuurlijk, wat bedoelt u? En en dan liet ik ze een beetje raden en dan zei ik, yeah, but we're married. Can't you marry in the United States? Why not? Dat is mijn kantoor. Dat is het Empire State Building. Okay. Het hoogste gebouw van Manhattan. Als je dan opeens Manhattan zo binnenkomt en je ziet die prachtige bogen hier zo van de brug. En dit is echt uniek, dit is zo. Dus gaan we het halve meer. Je hebt verschillende liften. Dus je hebt er ook een van, ik geloof 40 tot 80 en van 80 tot 95 of zoiets. Jullie zitten een beetje onderaan? Wij zitten onder het midden, ja. Hier in het Empire State Building lijkt Den Haag wel heel ver weg en lang geleden. Meneer Dietrich, gaat u mee naar boven? Ja, u bent rechter te Alkmaar. Nog 2 weken. Nog 2 weken. Ja. Voor D66 in de Kamer gekomen, gefeliciteerd. Boris Dietrich heeft het Haagse spelletje snel in de gaten. Met zijn wetsvoorstellen verandert hij de Nederlandse rechtspraak. Wat ons betreft vinden wij dat de minister... En met zijn vlotte babbel weet hij de media feilloos te vinden. Ik ben een optimist tot in de kist. Ik heb daar veel vertrouwen in. Veel succes. Wij dachten dat we zo de besluitvorming konden beïnvloeden. Maar dat is niet gelukt. Het is niet gelukt. Boris Dietrich trekt zijn conclusies en wordt weer wat hij was. Ik vind het zo heerlijk om volksvertegenwoordiger te zijn. En nu, na 12 jaar in de Kamer, houdt Dietrich Den Haag voor gezien. Toen hij fractievoorzitter was, ging zijn partij, D66... door een van de somberste periodes in zijn bestaan. Ik ben in 1994 in de Kamer gekomen. Toen had D66 24 zetels gehad. Dat was het hoogtepunt. Vanaf dat moment is het bij elke verkiezing naar beneden gegaan. De laatste periode dat ik fractievoorzitter was, was ook inderdaad heel zwaar. Toen hadden we 6 kamerzetels. Dus ik vind het wel heerlijk om te zien hoe het... Maar sinds u weg bent gegaan, gaat het weer beter. Ja, dank u wel. Dat is waar. Ja. Ja, nee, ik vind dat Alexander Pechtold het heel goed doet. Vanuit de oppositie kan je natuurlijk ook heel helder je eigen geluid weer laten horen. Het is waar dat in die 12,5 jaar dat ik in de politiek zat, D66 altijd in de regering zat. Dus altijd compromissen moest sluiten. En mensen waren op een gegeven moment toch wel een beetje de draad kwijt. Waar staat die partij voor? En dat is nu weer duidelijk. Ja, toch niet jammer dat u dat niet meemaakt, die wederopstanding weer. Nou, ik vind het leuk om dat van een afstand te zien. Maar ja, als je met zulke andere dingen bezig bent, dan is het niet iets waar ik dagelijks aan zit te denken. Hi, good to see you. Likewise. Een kantoortje daar gaan zitten. Op het kantoor van Human Rights Watch. This is my colleague Mark. This is my colleague Juliana. Deepika works in our division, LGBT rights. My colleague Fred. And Fred has been... No. Het lijkt allemaal heel ontspannen, maar het gaat over de meest bittere zaken. Perfect as it is. At least 17 transgender people killed on the streets and at least 15 people that died because of the lack of access to healthcare. And they received a sentence of 8 years imprisonment for what? Because these men did HIV and AIDS prevention and education work, they found materials that they used to claim that these men were homosexual. Ik hoop niet dat je dit allemaal gaat filmen. Many more civilians in Gaza died. Most of the civilians were Palestinians, but it's not a game of numbers. And both Hamas and Israel violated the laws, definitely, very, very clearly. And when I was in the Gori district, of course we heard about the attack on the city of Gori, where yes, there were some journalists killed, including Stan Soriman's. And so we went and did an investigation, and while there, I went to the actual site. We saw the craters, which were very, very typical of cluster munition craters that I've seen in many other conflicts. You know, unfortunately, as is so typical with cluster munitions, you have civilians bearing the brunt. There didn't seem to be any legitimate military target there at the time. And what's so shocking is that the Russians are still denying that they use cluster munitions at all in the war. Het gaat niet alleen om Georgië en Rusland en Gaza en Senegal,
Ook Nederland zou mensenrechten schenden. Ik denk dat dat heet in het Nederlands de integratietest voor mensen uit het buitenland die in Nederland willen wonen. Ja. Ik weet die moeten dus, ze moeten in het buitenland. In het buitenland moet je een test afleggen. En als je die haalt, mag je naar Nederland komen. En daar had Human Rights Watch kritiek op. We issued a critique exactly a year ago in May of last year, where we analyzed this measure. And we concluded that the measure was discriminatory because it applied only to certain categories of migrants and not to all migrants. So especially the Moroccan-Turkish community? Turkish and sort of non-Western migrant communities. Yeah. And that it seemed to us that it wasn't really about furthering and promoting integration, but more being used as an immigration control measure. Okay, dit is mijn deur. Ik laat je niet mijn camera filmen. Maar. Dit is mijn kamertje, ja. En waar kijk je op uit? Ik kijk uit op het Rockefeller Center. Dus dat is waar wij net langs gekomen zijn. Zelf woont Dietrich aan de overkant van de East River in Long Island City. En dat Pepsi Cola sign, dat staat er al vanaf de jaren 30. En s'avonds is dat heel mooi rood verlicht. Het is echt een heel belangrijk eikpunt als je op Manhattan staat om Long Island te zien. Je kijkt naar Manhattan, je hebt eigenlijk meer het gevoel dat je in Manhattan woont als je er niet woont. Want als je op Manhattan woont, moet je de hele tijd zo omhoog kijken van waar ben ik eigenlijk? In elk geval niet in Nederland. New York is een hoge drukpan van politieke, sociale, wetenschappelijke beweging. How are you? Good to see you. It's a long time. Ook hier maakt hij zich sterk voor het homohuwelijk. Volgende maand gaat hij in New York het huwelijk van 5 Amerikaans-Nederlandse stellen inzegenen. En die 5 stellen gaan dan daarna op naar Amsterdam, op de Kennel Pride. En daar trouwt Job Cohenze op de boot, waar dus 1 miljoen mensen langs de kant staan te kijken. En daar zijn de Amerikaanse media heel erg in geïnteresseerd. Dus ik werk daaraan mee omdat ik daardoor aandacht wil voor het feit dat een heleboel homo-stellen of lesbo-stellen niet in Amerika kunnen wonen, omdat hun partner geen Amerikaan is en dan ook geen verblijfsvergunning krijgt. En zij noemen zich de Love Exiles. En ze wonen dus, bijvoorbeeld deze stellen, wonen in Amsterdam of in Nederland, omdat ze dus niet soms met hun kinderen in Amerika mogen wonen. Hij geniet nu van het leven in New York en van de anonimiteit. Maar hij is uiteindelijk geen New Yorker en op een dag wil hij weer naar huis. Hij is misschien al snel weer te bellen. Dat is jouw iets werkelijk.